Dus nog verder naar het noorden. Nou, ik vind het wel bijzonder. Maar in dit dorpje zeggen ze, de Noordkaap is hier. We zijn aangekomen op een camping in Nieuw-Orcham. Nou, normaal doen we geen campings, maar dit leek ons wel een leuk plekje. Het is vlakbij het meest noordelijkste puntje van de Europese Unie in Finland. En ja, we staan best wel op een mooie plek eigenlijk. Ik zal hem even laten zien. Hier, daar staat de camper. Daar loopt Lady. En vanaf de camper loop je zo hier naar beneden. En dan heb je de rivier. En we staan nu in Finland en aan de overkant is Noorwegen. Ja, dat is waar. Maar hier mag je wel oversteken. Ja, hier mag je wel oversteken door het water. En word je niet gelijk gevangen gezet als je aan de overkant komt, weet ik het allemaal. En schat, wat eten we vandaag? Wij eten vandaag rijst met een bloemkooltje. En ik heb weer saté gemaakt van de Peacemaker stukjes. En het recept staat op hun website van Peacemaker. Met lekkere satésaus, ook van het recept van Peacemaker. Ik zal er nog wat gebakken uitjes op doen. Kijk, dan is het helemaal compleet. Heet smakelijk. Heet smakelijk. Goedemorgen. Het was weer een fantastische plek op deze camping. Ik zet de naam er nog wel even onder natuurlijk. Het waait een klein beetje, maar het is wel weer prachtig weer. De lucht is blauw en hier en daar een wolkje, maar dat maakt niet uit. En dan natuurlijk de omgeving, hè. Dat was ook prima hier. Dat heb ik gisteren geloof ik ook al laten zien even. Die rivier, de grens met Noorwegen. En ja, kortom, wat moet ik er verder van zeggen? Vandaag gaan we... richting of naar Meeham. Dus nog verder naar het noorden. Dus eigenlijk nog boven Jacobself. Qua hoogte, zeg maar. En als het goed is, ja, is er vanavond ook weer noorderlicht. En dat is ja, toch wel erg leuk. En erg mooi ook. Dus we zien jullie later weer. We zijn bij het noordelijkste puntje van de Europese Unie. Oh, wat leuk. Mensen allemaal steentjes neergelegd met hun naam en zo. Geinig. Ja, het is dus ook het noordelijkste puntje van Finland. Aan de grens met Noorwegen. Verder is het niet veel bijzonders hoor. Het is wel leuk. Wel grappig om even te zien. Nou, ik vind het wel bijzonder. Ja, Roel wil hier heel graag heen. Ja. Ja, want we waren ook al op het meest oostelijke puntje van Europa. Ja. Dat was ook in Finland. Ja. Laat ik wel even zien, een fotootje ervan. Oh ja, leuk. Altijd je lampen aan hebben je. Nou, dan moeten we even wachten, want ze zijn gaatjes aan het boren hier voor de vangrail. En dan blokkeren ze gewoon de weg.
Grappig, hè? We rijden richting Meeham, nu in de buurt van Lebesbu. En het is hier één grote leegte, geen boom te bekennen. En we zagen net een eenzaam rendier op een bergje staan. Ik vind het echt een bizar landschap. Zo! Dit plekken zijn. De receptie is 200 meter verderop. Goedemiddag. We zijn aangekomen in Meeham. En we staan helemaal alleen op deze camperplaats. Het zijn mooie plaatsen, allemaal voorzien van stroom. En we staan dus aan de haven. En als het goed is, komt straks om 6:15 of zo, komt een grote boot van de Hurtigruten komt voorbij. Of legt hier even aan. Die staat een half uurtje en dan gaat hij er weer vandoor. Dus dat ga ik ook even proberen vast te leggen. Het is helder genoeg om het noordlicht weer te aanschouwen vanavond als het er is. En we staan er goed voor. Als het goed is komt het dan daar. Daar is het noorden. Dus ik ben benieuwd. We lopen naar het haventje, want de Hurtigruten komt bijna binnen. Nou, dat vinden we altijd wel leuk om eventjes te zien. Geweldig! Fantastisch! Goedemorgen, wij zijn nog in Meeham en we hebben hier fantastisch noorderlicht gezien een aantal avonden. Echt geweldig. Het is een beetje voor ons het meest noordelijke puntje waar we gaan komen. We hebben hier ook een beetje rustig aangedaan. We gaan zo even ontzorgen. Je kunt hier wel water tappen op de camping, maar niet je grijs en zwart water kwijt. Maar dat kan wel vlakbij tegenover de koop, tegenover de supermarkt. En we gaan nu nog een beetje het schiereiland verkennen naar de vuurtoren. En er zou ook ergens een soort fort zijn. En vanaf daar kun je dan het ware puntje, het ware noordelijkste puntje van Noorwegen zien. Dus dat zou dan het ware Noordkaap zijn. Ja, we gaan het zien. Tot later. Oh, wauw. Ja, galmt, hè? Ja.
Dit is een bunker van de Duitsers geweest. Oh ja. Ook nog. Oeh. Wat ik zo bijzonder vind, is het verhaal van dit fort. Op 28 oktober 1944 gaf Hitler het bevel aan de Duitse troepen om zich terug te trekken en de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen. Personeel, 4 kanonnen en wat kleinere wapens werden verplaatst. De rest van de batterij werd opgeblazen en geëvacueerd. Meeham werd op 6 november door de Duitse troepen in brand gestoken. Vee werd doodgeschoten en boten werden tot zinken gebracht. De lokale bevolking die niet geëvacueerd wilde worden, vluchtte de bergen in, waar ze zich schuilhielden terwijl het dorp werd verwoest. Toen de soldaten vertrokken, keerden de mensen terug, op zoek naar onderdak. 2 families met in totaal 12 mensen vestigden zich in een bunker die niet helemaal was verwoest. Ze waren erin geslaagd om 2 geiten mee te nemen toen ze vluchtten, om melk voor de kinderen te hebben. Zowel de kinderen als de geiten moesten worden vastgebonden in de bunker vanwege de mijnen in de omgeving. Op een dag werd er een explosie gehoord. Mensen vreesden dat er een kind was losgekomen en op een mijn was gestapt. Gelukkig was het maar 1 van de geiten. Wij twijfelen al jaren of we nou naar de Noordkaap moeten gaan of niet. Maar in dit dorpje zeggen ze, de Noordkaap is hier. Want de Noordkaap ligt op een eiland. En dit is vasteland. En het land wat je daar ziet, dat is het uiterste puntje, uiterste noordelijkste puntje van het vasteland van Europa. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.